Hallo allemaal, welkom bij Marielle Heuft van Sminkoppies. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je stap voor stap rozen kan maken. Ga ik even een kleine kanttekening hierbij zetten, dus een kanttekening. Een kleine tip. Wil je nou echt heel goed rozen oefenen? Volg dan een workshop bij Jessica Kessels van Woop Designs. Want zij is echt de koningin der rozen. Maar ik kan jullie wel alvast de basis laten zien. Zorg voor een goede penseel. En in dit geval gebruik ik de Angled Brush van de Face Paint Shop. De 3/4. Die vind ik echt heerlijk. Want hij heeft een beetje korte haartjes. En die vind ik gewoon zelf heel erg fijn. En ik gebruik hier een colorblok van FX. En die heet Strawberry Delight. Belangrijk is dat je je penseel heel goed gaat laden. En dat doe je door heen en weer en heen en weer en heen en weer over je colorblok te gaan. Zodat je alle kleuren mooi in je penseel hebt zitten. En dan ga je eigenlijk heel langzaam eerst een buitenkant van de bloem maken. En die laten we even drogen. En laat ik intussen ernaast zien hoe je heel goed de binnenkant kan maken. En dat doe je door middel van een ennetje. En een uurtje, dan heb je eigenlijk heel mooi het hartje van de bloem. En als je dat ennetje en dat uurtje goed hebt, dan kan je die ook weer uitbreiden door zijblaadjes. En die maak je door ze. Zorg dat het net lijkt of die er omheen valt. Dus er omheen. Omheen en er omheen. Dan heb je het knopje, dan heb je een iets kleiner roosje. En als dan dit mooi droog is, kan je dat hierin ook toepassen. Maar ik ben bang dat hij nog niet droog genoeg is. Dat is zo zonde. Doe je daar het roosje, het hartje in, het ennetje, het uurtje. En de blaadjes zo dat ze er mooi omheen klappen. Beetje ongelijk, want dat is met een roos ook zo. En zo maak je rozen. Zorg dat dit dus niet gebeurt, hè, dat het niet te nat is. Dan kan je ze nog mooi afmaken. Doe met wat blaadjes. En dat doe ik met een wat kleinere Angled Brush. En hiervoor gebruik ik van Global Colorblock Amazon. En die laat ik dan ook weer goed. Ik laat overigens wel aan jullie zien hoe ik naar me toe werk. Want op zijn kop is dit echt erg moeilijk, maar ik maak gewoon een goede foto hiervan, zodat jullie het echt goed kunnen zien hoe het eindresultaat is. Mooie blaadjes erbij, intussen hebben we een mooi muziekje van Tintin op de achtergrond. Zo maak je dus je mooie roosjes. En als ik dan helemaal lekker bezig ben, dan breid ik dat nog even uit.
Met wat krullen en stippeltjes. En ik ben nou eenmaal gek op. Krullen. En druppels. En zo maak je er eigenlijk een heel mooi geheeltje van. Heel mooi tafereeltje. Maar dit kan je dus ook heel goed toepassen op bijvoorbeeld een bloemenprinses. Dan doe je op het voorhoofd de grote, daarnaast de kleintjes, daarnaast nog kleintjes. Je vult het op met wat blaadjes en wat krulletjes. En je hebt echt een hele mooie door een roosje kroon. Want ja, door een roosje, die lag natuurlijk in een kasteel vol met roosjes te slapen totdat de prins haar vond. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Dan wens ik jullie heel veel oefenplezier. Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie roosjes en bloemetjes eruit komen te zien. Geef deze video een dikke duim omhoog als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je alles kan blijven volgen van wat ik allemaal doe op sminkgebied. Volg me ook op Instagram, Twitter, Facebook. Alle social media die je kan bedenken, probeer ik een beetje dingen te posten. Pinterest uiteraard. En dan wens ik jullie heel veel sminkplezier. En tot de volgende keer.